Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij, van Karien van Blondie Beauty Fashion. En vandaag een andere video dan normaal, maar eentje waar ik al heel lang over naast denk om die op te nemen. En ja, het is wel even een onderwerpje, maar ik dacht ik wil het toch echt een keer gaan doen. En het past ook wel heel erg bij de video's die ik al heb gedaan, omdat ik jullie in beide van mijn zwangerschappen heb meegenomen. Maar je hebt al misschien aan de titel kunnen zien. Ik wil je wat gaan vertellen over hoe je zwanger kunt worden. Nou ben ik geen dokter of iets whatsoever, maar gewoon tips die ik along the way heb gekregen. Van bijvoorbeeld mijn mesoloog of op het internet heb gelezen. Dingen die ik heb toegepast. Ik heb inmiddels twee hele lieve kindjes. Een dochtertje en een zoontje. Mijn dochtertje is nu op dit moment 5 maanden en mijn zoontje is 3. Ja, en ik wil er wat tips geven. Hoe kun je zwanger worden? Waar moet je op letten? Als je misschien een voorkeur hebt voor het geslacht, kan ik je ook wat tips geven. Bij mij heeft het allemaal redelijk goed gewerkt, zoals je ziet. Ik zit nu ook in de kamer van mijn dochter. Ik dacht, waar ga ik nou zitten om deze video op te nemen? Ik kwam er niet heel uit, maar ik dacht, de babykamer is altijd goed. Behalve de verlichting, maar goed. Vind je hem nou leuk? Vergeet je dan vooral niet te abonneren door hieronder op mijn gezicht te klikken of op de abonneerknop. En vind je deze video leuk? Doe dan vooral ook een duimpje omhoog. Laten we beginnen. Ik heb ook het een en ander op een briefje geschreven, want ik wil niks vergeten. Dus laten we maar gewoon beginnen bij het begin. Natuurlijk is het voor iedereen anders. In mijn situatie, ik heb heel lang de pil geslikt. Echt, 10, 15 jaar. Maar ik ging daar niet zo heel lekker op. Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Ik had eerst de Diane 35, 180 jaar geleden. Omdat ik ook heel veel last had van buisjes. En heel erg last had van mijn ongesteldheid. Op een gegeven moment ben ik overgegaan naar de Jasmine, heb ik gehad. De Microginon. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, die pil is het gewoon niet voor mij. Toen ben ik overgestapt op zo'n Nuvaring. Een spiraaltje werd mij afgeraden vanwege mijn issues met mijn buik. Dus omdat ik heel gevoelige darmen en buik heb, zei ze van ja, zo'n spiraaltje kan daar ook invloed op hebben. Dus ik zou het gewoon niet doen. Dus ja, de Nuvaring was ik ook niet enthousiast over. Kreeg ik ongelooflijk veel hoofdpijn van. Dus toen hebben wij gewoon afgesproken, we stoppen even gewoon. Want we weten dat we op termijn ook kinderen willen. Dus wij zijn het gewoon ouderwets met condoom gaan doen. Vind ik niet de meest ideale, mijn man ook niet, maar ja, het is wat het is. Ik ga er wel, zeg maar, hormoontechnisch ga ik er een stuk beter op. Als ik geen hormonen heb, dan ben ik echt een stuk leuker mens. Maar dat is dus stap 1. Als je aan anticonceptie bent, de pil of het spiraaltje, whatever, dan moet je ontpillen. Of nou, in ieder geval die hormonen moet je lijf houden of je spiraaltje moet je eruit laten halen. Dus dat is eigenlijk stap 1. En dan moet je cyclus zich weer normaliseren. Want zo'n hormoon-driven ding, dat maakt je cyclus in de war. En om zwanger te worden is het wel heel prettig als je een cyclus hebt waar je ook iets aan af kan lezen. Dus wat ik ben gaan doen, terwijl ik dus, ik was niet aan de pil of iets, maar ik ben wel mijn cyclus gaan bijhouden. Dus ik heb een app gedownload, ik heb er verschillende. Ik heb heel lang gewerkt met WomanLog. En ik doe nu ook veel met mijn kalender. Er is voor allebei wat te zeggen, maar kijk gewoon naar een app die bij jou past. Wat ik wilde dat de app had, is dat ik mijn menstruatie erin bij kon houden. Dat ik ook een alarmpje kreeg als mijn menstruatie aanstaande was. En dat gaat ook aan het begin, is dat lastig, want dan weet je dat nog niet. Maar en wat ik wilde is dat ik mijn ovulatie erin bij kon houden. En daar kom ik zo nog even op terug. Maar goed, dus ik heb een app gedaan zodat ik mijn menstruatie kon zien. Hoe lang is mijn menstruatie? Hoeveel tijd zit er tussen? Is het dus, heb ik een cyclus van 28 dagen of van 32 dagen? Allemaal informatie die handig is om te weten als je zwanger wilt worden. Wat ze zeggen is eigenlijk, je moet ontpillen. En als je dan weer een normale cyclus hebt, dan duurt het ongeveer een jaar voordat je zwanger wordt. Dus neem die tijd. En dat is heel moeilijk, want ik weet, zodra je een kinderwens hebt en je begint aan het proces, dan is elke menstruatie is weer ontzettende tegenvaller, want dan denk je, weer niet. Maar dat is heel normaal. Bij mij ging het 2 keer heel snel, maar dat is puur
geluk hebben, om het zo maar te zeggen. Dus ja, heb geduld. En dat zeg ik wel. Bij de tweede was het in één keer raken, maar de eerste geloof ik in 3 keer. Dus het is echt, echt heel snel. En zelfs ik vond het bij de eerste, zeg maar, vond ik het al langzaam gaan. Want ik dacht, ja, hallo. Dus ik snap het, maar een jaar duurt lang. Maar ze raden echt aan pas na een jaar naar een dokter te gaan. Ik zie nu dat mijn autofocus weer problemen heeft. Maar ik zit natuurlijk niet naar het schermpje te kijken. Dus als ik soms onscherp word, bear with me. Want ik kan niet twee dingen gaan. En als ik hem niet op autofocus zet, gaat het helemaal mis. Mijn camera heeft een beetje kuren. Ik werk eraan. Maar dan weet je het. Ik zag net dat hij onscherp werd. Ik hoop dat het nu zo blijft. Ik zal proberen stil te zitten. En mijn briefje. Timing is super belangrijk als je zwanger wilt worden. Dus daarom is die app ook zo fijn. Dan weet je in ieder geval stap 1 van je cyclus. Wat ik vervolgens heb gedaan is kijken wanneer ik ovuleerde. Er zijn allerlei methodes voor. Temperaturen en sommige mensen voelen ook een ovulatie. Ik ben gewoon voor de voor mij simpele manier gegaan door ovulatietests te kopen. Naast het vak van zwangerschapstesten heb je ook een vak met ovulatietesten. Een ovulatietest test wanneer je ovuleert. En dat is eigenlijk het moment dat je het meest vruchtbaar bent. Dus het is vrij handig om te weten. Wat ik heb gedaan, ik heb een ovulatietest gekocht. En ik heb in mijn app gekeken waarin ik mijn cyclus bijhield. Van wanneer zou ik ongeveer moeten gaan ovuleren. En dan ben ik, nou ja, zeg maar 2 dagen daarvoor begonnen met het testen. En dan zie je vanzelf wanneer je ovuleert. En dat ben ik gaan bijhouden in die app. Dus zo kon ik zien op dag X van mijn menstruatie, of van mijn cyclus, ovuleer ik. Meestal is het zo'n 14 dagen voor je menstruatie, maar ik ovuleerde net iets anders. Dus het is altijd goed om, nou ja, op een of andere manier je ovulatie in kaart te brengen. Want wat ik al zei, als je ovuleert, dat is eigenlijk het moment dat je het meest vruchtbaar bent. Volgens mij zeggen ze, de eisprong, dat is het beste moment. When the sun and the moon align, zeg ik altijd maar. Maar je bent een aantal dagen daarvoor, maximaal 5 dagen volgens mij, en dan iets daarna. Nou moet ik zeggen dat het bij mij, ik ben van Elin zwanger geworden, volgens mij zelfs 6 dagen voor mijn ovulatie. Maar dat is vrij zeldzaam. Dus ja, het kan, maar beter is als je zeker wil weten dat het goed. Wij dachten we beginnen gewoon met oefenen en dan zien we daarna, maar toen bleek ik al zwaar te zijn. Goed, wat wilde ik zeggen? Dus ovulatie bijhouden. En je weet dus, je meest vruchtbare periode is in de dagen vlak voor de menstruatie. En ik geloof, of ovulatie en vlak na de ovulatie. Dus vlak na de eisprong. Maar dat is echt, geloof ik, iets van 12 uur. En dan tot max 5 dagen van tevoren. Nou, dan beginnen we met het eerste verschil tussen jongens en meisjes. Een zaadcel leeft maximaal zo'n 5 dagen. Nou, één en net iets langer, maar zeg maar een zaadcel in principe zo'n maximaal 5 dagen. Dus, en dan zeggen ze, meisjes leven langer, jongens zwemmen sneller. Dus wil je een jongetje, kan je het beste dicht bij je eisprong vrijen. Wil je een meisje, beter iets verder ervan af. Nou, dat is een van de dingen van jongens en meisjes. Wat ik verder ook als tip kreeg is vrij niet elke dag. Want het gaat over de kwaliteit van het zaad. En volgens mij zit het best als er maximaal zo'n 36 uur tussen zit. 24 tot 36 uur. Pin me daar niet exact op vast. Maar het is in ieder geval beter dat je om de 1 à 2 dagen vrijt in plaats van elke dag. He, als je zegt van op de ijsprong een keer, 2 dagen voor de ijsprong een keer en 4 dagen of 5 dagen daarvoor, nou, dan heb je de grootste kansen. Dan nog even over het jonge meisje verhaal. En dat gaat echt niet altijd op, maar het baat niet dan schaadt niet, zou ik zeggen. Kijk, voor ons was het de grootste wens om 2 gezonde kinderen te krijgen. Maar goed, daar heb je in zoverre invloed op. Dat je niet rookt, niet drinkt, dan allemaal dat soort dingen niet doet tijdens de zwangerschap. Geen drugs, geen gekkigheid, geen rauwmelkse dingen. Nou, allerlei dingen, dat is het enige wat je daaraan kan doen. En verder kan je alleen maar duimen. Maar we hadden ook wel een voorkeur voor geslacht. Dat wil zeggen dat wij heel graag een jongetje en een meisje wilden.
Dus toen Niels een jongetje was, was natuurlijk de missie om een meisje te krijgen. Nou, dat is gelukt. Bij ons klopt de theorie dus ook dat meisjes langer leven. Want wat ik zei, 6 dagen voor de ovulatie was het in ons geval. En nou ja, zie hier het resultaat van een prachtig prinsesje. Maar dat is dus één van de mogelijkheden. Maar je hebt ook de Chinese geslachtskalender. Ja, je gelooft erin, je gelooft er niet in. Maar ik denk bij dit soort dingen, je kan het altijd proberen. Het maakt, weet je, ja, het kan zijn dat het niet lukt. Maar het kan ook geen kwaad om het wel te doen. De Chinese geslachtskalender, google er maar eens op. Het is een kalender. Ik zal wel even kijken of ik hem hier ergens in beeld kan brengen. Waarin je je leeftijd ziet en de maanden van het jaar. En dan kan je kijken, oké, ik ben 34. Het is nu december. Nou, wat is dan de kans op een jongen of een meisje? Dus dan staat er, als het vakje blauw is, is het de maand van de jongetjes. Is het vakje roze, is het de maand van de meisjes. Nou ja. Volgens mij was het bij Niels klopte het niet. Want volgens mij, nou ik weet mijn leeftijd niet meer. En nou ja, volgens mij was het in februari ergens mijn leeftijd. En dat bleek dan roze te zijn, maar dat was het niet of zo. Nou goed, anyhow. Maar bij Niels hebben we daar ook niet heel veel mee gedaan. Vooral bij Elin. En daar klopte het dus wel. Weet ik ook niet meer precies welke maand was, maar dat zou ik terug kunnen rekenen. Maar in ieder geval, kijk eens een keer op die kalender. Weet je, het kan. Ik bedoel, wat maakt het uit? Je kan altijd een keer kijken en dan weet je dus van, oh, dan kunnen we het beste, als we een jongetje willen, kunnen we het beste in april of in mei of in, nou goed. Leuk om een keertje te kijken. En misschien klopt het. Dan nog een aantal, zeg maar, nou ja, er zijn ook nog theorieën, geen idee of het waar is, over het klaarkomen van een vrouw. Als je een jongetje of een meisje wil. Ik weet niet precies waarom het zit. Maar dan zou je ook kunnen googlen. Ik weet niet. Ik heb dat aspect gewoon lekker achterwege gelaten. Maar volgens mij als je een meisje wil moet je niet klaarkomen. Want dan verandert de zuurtegraad. En dat is dan lastig of zo voortzaat. Ik weet niet. Zou het eens opzoeken. Maar zijn er best wel veel. Dat gaat ook over volgens mij bij een meisje juist heel veel melk drinken. En dat soort dingen. Nou dat heb ik niet gedaan. Want ik ben lactose intolerant. Maar zo heb je allerlei van dat soort fabeltjes. Maar volgens mij, er zijn echt onderzoeken gedaan naar dat over het algemeen de zaadcellen, de jongetjes zeg maar, dat die inderdaad sneller zwemmen en de meisjes langer leven. Dus dat is dan nog een soort van, nou, die geslachtskalender wordt natuurlijk al een beetje een hellend vlak en daarna ga je helemaal, maar goed, je kan het wel proberen. Dan nog een aantal dingetjes. Als je zwanger wilt worden is het belangrijk om foliumzuur te gaan slikken. Volgens mij zelfs 3 maanden voordat je zwanger wil gaan worden. Dus nou, mocht je bezig zijn met die ovulatietesten, begin alvast met foliumzuur. Dan kan je alvast gaan kijken wanneer je ovuleert. Dan weet je dat alvast. En dan ben je ondertussen al foliumzuur aan het stikken. Dan sta je alvast 2 vliegen in 1 klap. En ook medicijnen. Ik heb astma. Dat betekent dat ik de dokter heb gebeld toen ik een kinderwens had. En heb gevraagd, joh, mogen mijn medicijnen tijdens mijn zwangerschap? Het antwoord was nee, dus ik moest andere medicatie. Bij astma is dat, bij mijn soort astma is dat ook lastig, omdat ik een vrij specifieke vorm heb waar eigenlijk tot nu toe maar 1 medicijn goed bij werkt. Dus ik moest sowieso zeg maar genoegen nemen met minder. Maar ik heb dus best wel een aantal verschillende medicijnen geprobeerd voordat ik er eentje had gevonden die ik dus die goed voor mij werkte tijdens mijn zwangerschap. Wat ik even was vergeten, dat naast de babykamer de wasmachine staat te draaien. Maar goed, we zijn bijna klaar met deze video, dus ik ga hem wel nog even afmaken. Maar dus medicijnen, super belangrijk, want je wilt natuurlijk niet iets doen om je kindje in gevaar te brengen. En natuurlijk niet roken, niet drinken, geen drugs, geen rauwmelkse kazen. Bijvoorbeeld salami, wist ik ook niet, mag ook niet. En allerlei andere soorten worst. Kijk, rauwe worst, dat wist ik. Maar salami wist ik niet dat dat niet mocht. En zo zijn er een aantal. Sushi. Zoek gewoon even op wat je wel en niet mag eten als je zwanger bent. Maar ik zou daar dus gewoon al mee beginnen. Maar dat is wel belangrijk. Niet roken, niet drinken. En ook voor de mannen is het natuurlijk wel leuk om een beetje mee te doen. Dus niet roken waar je vriendin bij is bijvoorbeeld. Er zijn tegenwoordig gelukkig genoeg alcoholvrije drankjes dat je in ieder geval bij een feestje nog een soort van leuk mee kan doen. Er zijn ook hele leuke manieren om te zorgen dat mensen dus niet achterkomen dat je niet drinkt. Maar goed, mocht je daar tips over hebben, laat het vooral even weten.
Volgens mij is het voor de kwaliteit van het zaad ook wel belangrijk dat de man niet rookt. Dus misschien nog een leuke tip om samen te stoppen. Ja, dit zijn denk ik even mijn tips. Heb je nog specifieke vragen waar ik niet over heb gehad, maar waar ik wellicht het antwoord op heet? Wat ik al zei, ik ben dus geen dokter of whatsoever. Dit zijn puur de tips die ik heb toegepast. Ja, laat het vooral weten. Heb jij zelf nog leuke tips? Laat het vooral hieronder weten. Ja, dit was het denk ik. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Ik wilde echt een video maken waarvan mensen dachten, oh, dit is zo fijn dat iemand het eventjes uiteenzet. Want ik krijg vaak vragen, zowel van jullie als van vriendinnen. En nu heb ik het gewoon in één video gezet. Ik hoop dat ik daarmee alles heb gecoverd, alle onderwerpen. Maar ja, mocht je benieuwd zijn naar mijn zwangerschappen, daar zal ik eventjes een link naartoe zetten. Mocht je benieuwd zijn naar hoe het daarna ging met mij, dan heb ik daar ook filmpjes over gemaakt. Die zal ik ook even hier zetten. Ik zal de link zetten naar Elin, maar ik heb dus ook van mijn hele periode met Niels. En natuurlijk vlog ik elke week. Dus nou, dat kan je ook zien. Iedere zondag komt er een nieuwe vlog online en regelmatig op woensdag een extra video. En dat is vaak een update van hoe het met Elin gaat en hoe het met mij gaat. En soms zit Niels er ook bij. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kijk daar vooral naar.